Echt zo grappig. Ik zit natuurlijk op de bestelling van Picnic te wachten. Krijg ik net een berichtje via de app. Goedemorgen, het is donderdag en voor ons alweer de laatste dag van deze week school. Morgen studiedag, dus uitslapen. Ik hou er zo van. Ik ben me aan het aankleden en ik wilde eruit. Toen hield Marco heel lang de badkamer bezet. Toen wilde ik de badkamer in, toen hield Sarah de badkamer heel lang bezet. Dus eindstand is het voor mij nu echt als een gek haasten. Maar goed, ik was al een hele vast even wat gaan eten, dus dat zit er al wel in. Nou, even snel opmaken. Dan kunnen we zo de deur uit. Goedemorgen, Sarah. Die zit hier in het hokje, want die vindt mij tegenwoordig doodeng, omdat ik haar toen uit de tuin heb willen halen. Laat je zien. Laat je zien. Hi. Nou, ik heb lekker eten voor jou neergelegd. Echt niet hoor. Ze komt echt niet, maar Marco komt ze wel. Vandaag echt een stuk minder koud en dat is echt lekker. Ik had voor het eerst niet het gevoel dat ik me helemaal wilde verstoppen in mijn jas en gewoon nooit van mijn leven meer naar buiten wilde. Ik ben gelijk naar huis gegaan, want ik heb vandaag besteld bij Picnic. Dus ik krijg dadelijk boodschappen thuis bezorgd. Ik ben benieuwd, ik heb nog nooit eerder Picnic gebruikt. Ik hoorde goede dingen over. Dus we gaan het zien. Ik heb net de wasmachine al aangezet. Ik ben een video aan het aanzetten om te renderen. En ja, nog steeds heel saai bezig met alles op orde krijgen. Maar wel weer het gevoel dat ik mijn leven op orde aan het krijgen ben na alles. Dus dat is wel fijn. Ik zit op papieren te wachten. En verder heb ik nog één ding wat ik wel binnen heb wat ik moet gaan doen. Maar dat doe ik vanavond. Dat is met de verzekering wat ik moet splitsen. Bla bla, heel gezeur. Dus dat moet ik vanavond dan even doen. En ik ga nu gewoon even heel saai strijken en dat soort dingetjes. Al zo lief trouwens. Soms vind ik mijn kind echt het allerliefste kind ter wereld. Sarah, de vriendinnetje, die is bijna jarig. En die zou morgen een kinderfeestje hebben. Maar die ligt in het ziekenhuis. Dus die heeft geen kinderfeestje morgen. En toen zei Sarah van, nou, als we dan met z'n allen een tekening voor haar maken, dan kunnen we daar een boekje van maken. Dat vond ik echt een heel lief idee. En toen waren we erover aan het praten. En toen hadden we zoiets, nou misschien is het wel leuk als de hele klas dan een tekening maakt. En nog de vriendinnetjes en vriendjes die niet in de klas zitten. Dus ik ben vanochtend nog naar de juf gelopen en dat voorgesteld. Maar morgen hebben ze een studiedag. Dus ja, dan moet het echt opeens vandaag, daarnaast het weekend. Maar die juf zei al van, nou ja, weet je, het komt aan de ene kant rot uit, maar aan de andere kant, ja, weet je, een tekening maken duurt niet heel lang. Dus we gaan gewoon ons best doen en het moet gewoon lukken. En ik heb de vriendjes en vriendinnetjes, zeg maar, uit de andere klassen die ik wist, heb ik alle moeders even van geappt. En van, joh, als het lukt, zorg dan dat die tekeningen uiterlijk morgen bij mij zijn. Nou, de meeste wonen hier redelijk in de buurt, dus dat is goed te doen. En dan gaan we een boekje maken en dan zorg ik dat het zaterdag sowieso bij de komt. Dus dat is wel echt heel erg leuk voor haar. En ik vond het zo'n verschrikkelijk lief idee van Sarah. En ik ga nu ook naar school mijn klein lieve meisje ophalen. Yay! Ik vergeet steeds vaker ook mijn outfit te laten zien. Maar nu denk ik aan. Ik heb deze top aan van Mango. Deze Levi's Mile High. Oh, dat was mijn jobby. Die besloot in te zakken. Levi's Mile High Skinny Jeans en mijn Guess Sneaker Wedges. En ik heb oorbellen in. Ik ben nog steeds zo blij dat ze eindelijk in mijn oor zitten. Ik loop ook heel de dag aan ze maken. Ik weet niet of het hoort. Je hoort die ringetjes zo heel zachtjes tikken. Dat is echt een schattig geluidje. Dat vind ik helemaal leuk heel de dag. Oh ja, mijn huid gaat weer slecht. Dat vind ik echt niet tof. Dus ik heb van het spul van de dokter en dat ben ik al wel weer aan het gebruiken. Oh ja, mijn nagels moet ik ook echt lakken. We gaan straks naar mijn moeder.
Sarah, laat ik even spelen. Ik denk dat ik mijn nagel ga meenemen dat ik het lekker daar doe. Ja. Yay, we zijn weer samen. Ik heb deze spring in het veld heb ik weer opgehaald. En dan gaan we thuis even lekker boterhammetje eten. En dan komt de picknick. En dan gaan boter. Hagelslag en boter. Dan eet ik het sneller op. Dat lust jij helemaal niet. Nee, dan eet ik het echt sneller op. Nou, gaan we daar eens voor kijken thuis. Okay? Echt? Oh, dan ga je heel snel eten. Ja, Sarah is kampioen in langzaam eten. Echt. Die kan echt over één boterham gewoon 5 kwartier doen of zo. 1 boterham. Of 26. Nou, 26 boterhammen, dan zou je er 4 dagen over doen, denk ik. Echt. Makkelijk, hè, zo'n randje lopen. Ik doe voorzichtig. Ja, ik zie het. Nou. Oh, het is wel koud, maar niet zo koud. Ik wil echt. Ga je weer lekker zingen voor mij? Nee. Nou, we hebben een heel pakket tekeningen binnen. Komt die er ook? Zal ik hem even omdraaien? Dat is misschien wel een slim idee. Kijk, we hebben allemaal tekeningen. Deze is van kleine Jaden. Ja, en oh, wat lief. Van Kian. En van Lieke. En van Lenny. En die is ook wel heel leuk. Van Kimara met allemaal hartjes. Kimara is echt lief. En die heeft echt een hele mooie. Rivano. Andere Jaden. Oh, die vind ik ook wel echt heel grote leuk. Grote Jaden. Ja. Dit is Nicky. Nicky heeft het ook zo leuk gedaan. Ik vind ze allemaal leuk. Er is volgens mij. Ja. Ook die leuk. Is ook niet. Deze is van mij. En die is van jou. Die is echt leuk. Super leuk ook. En deze is van Jesslyn. En van Elin. En van Mila. Oh, ik vind ze allemaal zo leuk geworden. En van Lieve. En Pien. Van Pien. En waar is de naam? Olaf. Olaf. Dat stond een beetje verstopt, ja. Hier zit er van. Van wie is deze? Hier staat iets heel klein. Dat is niet zijn naam. Nou, deze weet ik niet. Heeft geen naam? Nou, maakt ook niet zo erg van iets. Dan kunnen we dadelijk zien als iedereen verder zijn naam heeft gedaan. Quinn. Van Quinn. Verder kunnen we de naam zien. Van Meija. Ook al zo schattig. Van Vanity. Ook zo leuk. Ik ga ook eens scheef filmen, zie ik. Van Mella. Ik zie overal Noah staan. Oh, Colin. Keanu. En dat waren ze voor nu. En wel. Echt zo grappig. Ik zit natuurlijk op de bestelling van Picnic te wachten. Krijg ik net een berichtje via de app. En dan kan je het wagentje volgen waar die is. Nou, echt ideaal natuurlijk. Dus dan kan je ook nog zeggen, ik ga even naar de wc of iets. Weet je, want ze staan toch nog niet voor de deur. Dat vind ik echt top. Ik hoop dat ik de rest ook nog top vindt. En zodra ze geweest zijn, gaan we de deur uit. Dus Sarah is ze gaan het klaarmaken. Dan kunnen we gelijk vertrekken. Nou, Sarah houdt de boel wel even in de gaten. En elke keer als er een minuut afgaat, want de tijd staat er ook bij, dan vertelt ze het. En hoe lang is het nu? 9 minuten nog. Nog 9 minuten. Nou, de boodschapjes zijn binnen. Sarah was al opruimen van de koude dingen. En het leuke is, deze plastic tasjes, als je die bewaart, leven ze in het zit statiegeld op. Dat doen ze zo graag, of het liefst herbruiken. En dat vind ik top, want dat is gewoon 10 keer beter voor het milieu. Dus. Oh ja, dat is ook leuk. Ik kreeg een code. Die zal ik hieronder ook even plaatsen als een link. Als je daarop klikt en je bestelt voor het eerst, krijg je een 5 euro korting op je eerste bestelling. Dus dat is helemaal leuk. Ik hoop dat je er ook gebruik van kan maken en veel plezier van kan hebben. En ik ben bij opa en oma geweest. Oh, je viel mee. Was het leuk? Ja. Ja, wat heb je gekregen? Lego. Lego. Friends. Lego Friends. Die wilde je zo graag, toch? Ja. Nu heb ik de dierenarts en de kapper. Ben je toch weer verwend? Ik heb even een trui van Marco gepakt, want ik heb het zo verschrikkelijk koud. Ik ga nu even een kaartje schrijven. Die heeft Sarah uitgekozen. Dat is voor een klein jongetje van 3 maanden. Die eigenlijk al nagenoeg zijn hele leven in het ziekenhuis ligt om hartproblemen. Dat is het zoontje van kennis van ons. En zo sneu. En ze hadden gevraagd om kaartjes. Want hij is niet veel bewust wakker.
Maar als die wakker is, dan vindt hij het heel erg mooi om naar alles te kijken. Dus Sarah had deze, want die, ja, zo lijkt die donker huis, groen met geel en een lachend gezichtje. Dus dat ga ik even schrijven en dan kan hij morgen op de post. Jee, ik heb net mijn nieuwe laptop besteld. Die komt als het goed is morgen binnen. En dat is echt een verademing. Ondanks dat het even een rip uit mijn lijf was. Maar mijn computer doet het zoveel slechter steeds. Dus dat schiet niet echt op. En ik ga nu weer formulieren invullen. En dingen erbij uitprinten. Want dat is nog verzekeringswerk. En dus het gedeelte wat dan bij mijn creditcard weer verzekerd is. Ik heb zo geen zin in meer papierwerk. Maar goed, ik ga me gewoon focussen op mijn happy laptop gedachten. Terwijl ik dit invul. Het is zo erg. Ik zat dus achter mijn computer. Want ik denk, als ik een nieuw computer krijg, wil ik gewoon helemaal schoon beginnen. Dus alles eruit gezocht op. Geen troep die ik eigenlijk niet wil bewaren erop. Dus ik denk, ik ga mijn foto's uitzoeken. Gelijk ook om te backuppen. Zeker na die inbraak wil ik echt alles op orde hebben. Dus ik was daar zo druk mee bezig. Ook een video geëdit. Kijk op de klok, is het 2:30. Ik denk, oh. Dus ik ga heel snel naar bed. En ik ben zo dankbaar op dit moment dat Sarah morgen studiedag heeft. En ik moet haar elke ochtend wakker maken. En ik hoop echt dat ze niet morgen nu wel op tijd wakker is, zeg maar, voor school. Want dat is het niet. Ik hoop dat zij ook lekker uitslaapt, want ik wil ook echt uitslapen. Morgen komt een nieuwe computer in ieder geval binnen. Dus, en ik moet echt, geloof ik, nog... Ik heb dagmappen van mijn foto's, dus elke dag heeft ze een eigen map. En dan zet ik er ook altijd bij wat het was, wie er op de foto staan, waarom. Zeg maar dat je later ook echt nog weet, ook met kindjes bijvoorbeeld, wie dat waren. En nou, alles staat in de titel van die mappen. En ik moet denk ik nu nog, ik ben in september, nou we zitten nu in november. Dus nog minder dan 2 maanden. En sommige mappen heb ik al uitgegooid omdat er niks in zat wat ik wilde bewaren. Want net als dit soort filmpjes, ja, dat ga ik niet backuppen. Dat is voor de vlog en dan is het klaar en dan gaat het gewoon weg. Dus echt, nou, ik denk dat ik nog 50 mappen moet of zo. Dus ik heb er echt keihard aan gewerkt. En die zijn ook al voor een heel gedeelte voor uitgezocht. Oh, en nu ga ik echt slapen. Dus praat weer te lang. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.